Hey, leuk dat je kijkt naar de serie Die Andere Vrouw. Ik ben Dianne en ik neem je mee naar de inspirerende, creatieve en krachtige Limburgse vrouw. Vandaag is dat Janine Lardinois, mede-eigenaar van Schaapskooi Mergeland in Epe. Janine, we zijn hier op een ontzettend mooie plek. Daar hebben we het dadelijk over waarom je dit plekje hebt gekozen. Ik ga je keuzes geven en jij moet binnen 2 seconden antwoorden. Dus je mag er niet over nadenken. Ja. Goed. Met wie werk je liever samen? Met een man of met een vrouw? Met een man. Een biefstuk of een lamskoteletje? Een lamskoteletje. Een biertje of een wijntje? Een biertje. Een schaap of een hond? Een schaap. Twijfelachtig. Ja. Een dagje wellness of een dagje hard werken? Hard werken. Een avondje uit eten of een avondje stappen? Stappen. Die wist ik. ja, ontzettend mooi dat we hier zitten. Vertel me, waarom zitten we hier? Het is niet per se het plekje. Natuurlijk zitten we, ja, Zuid-Limburg en zeker bij ons heb je de mooiste plekjes. Dus er zijn heel veel mooie plekjes. Maar het is vooral, ja, ook zo tussen de schaapjes. Jullie hebben een familiebedrijf, je bent schaapsherderin. En wanneer dacht jij, hey, ik ga het bedrijf van mijn ouders overnemen? Ik heb het eigenlijk al vanaf kleins af aan gezegd dat ik dat zou willen doen. Je groeit hiermee op en ja, er is gewoon niks leuker als dit. Heb je nooit gedacht, ik ga iets anders doen? En wat dan? Nee, helemaal nooit. Echt helemaal nooit over nagedacht. Wat goed. Nee. Dus je doet echt wat je leuk vindt. Ja, precies. Oh, tof. Maar het lijkt me wel een mannenwereld. Klopt. Inderdaad, er zijn meer mannen die dit beroep doen dan vrouwen. Maar je ziet de laatste jaren wel ook wel wat vrouwen overal opduiken die schaapsherderin zijn. Dus je geeft het goede voorbeeld. Ja, ja, precies. Nee, ik vind wel, ik probeer er zelf ook wel iets meer vrouwen in te betrekken. Omdat, ja, ik denk dat vrouwen toch ook weer andere kwaliteiten hebben dan mannen. Absoluut. En ik vind het een gemengd bedrijf, zeker ook met personeel wat we hebben, vind ik wel fijn als er ook wat dames in het team zitten om het team te versterken. Je bent ambassadeur van CitaSlow. Wat houdt het precies in? CITA staat eigenlijk voor een rustige leefomgeving, dat je heerlijk en lekker kunt wonen. Zowel cultuur, natuur, streekproducten. Dus dat is eigenlijk wat CITA-Slow inhoudt. Wij zitten natuurlijk met onze schapen op de natuurterreinen en onderhouden het landschap waar iedereen van kan genieten. En dat is eigenlijk, en we hebben natuurlijk het Gelderland. Ja, lekker. Ja. Mooi en lekker. Ja. En ik denk trouwens niet alleen dat de inwoners van gemeente Gulpen-Wittem ervan genieten, maar bijvoorbeeld andere gemeentes en toeristen natuurlijk ook, hè? Jazeker. Hey, is er een vrouw in je omgeving, of iemand verder weg natuurlijk, die je bewondert? Mijn moeder. Waarom? Ja, ze heeft toch natuurlijk samen met mijn vader voor dit leven gekozen. Mm. En heeft toch maar een heel mooi bedrijf opgezet, samen met mijn vader dan. Ja, en ondertussen heeft ze ook nog 2 kinderen gekregen. En dan om alles draaiende te houden, zowel de energie en... ja, de tijd die ze erin moet steken om dat te geven, dat is wel bewonderingswaardig. Dus goed voorbeeld doet goed voor ja, je. Ja. Mooi. Hey, en als je de vrouwen die nu kijken aan mij een tip zou moeten geven, wat zou je dan iedereen aanbevelen? Ik zou zeggen, doe vooral wat je leuk vindt. Want als je met tegenzin naar je werk moet of gaat, dan leven ze daar veel te kort voor. Chill, daddeldee, 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 daddeldee. Lie down. Oh nee. Ik heb wel hele leuke bloepers. Een leven is veel te kort om niet te genieten. Zowel van de plekken waar je komt, of van de mensen om je heen, of het werk dat je doet. Dus gewoon genieten. Ja, dus als je nu niet op je plek zit, wisselen. Yes. Dankjewel. Ontzettend fijn dat ik jou mocht interviewen. En ik denk dat we veel van jou hebben mogen leren. En dankjewel daarvoor. Ja, jullie ook bedankt. Want dat mag niet op 1,5 meter, hè?